Is dat serieus? Oh, boys, hoe is het? Hey, <laughs> <laughs> Reza, here's my man from the states. Is it? Hey, you see, finally Welcome. a guy that wants to talk uh, English words? with me, bro. Oh, of course, bro. God. Of course. <laughs> We do it in English. <laughs> We <laughs> do it <laughs> in English. Kan ik lang met je? Kan met Goed man. Lang niet gezien, man. Au <laughs> teugnen. <think>. Is het? <it? laughs> <laughs> goed, goed met jou, boys. Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Building Bridges. Geproduceerd door Going Places Productions. Essence Afkikken. En we zitten hier weer in de mooie setting bij Erik Kuster in het Luxury Metropolitan. Ik ben Johnny Zuiverloon. Het is En we, hier, we hebben hier vandaag met ons echt een super interessante gast. Ik ga alle namen zeggen op de juiste manier, dus ik hoop dat ik het goed zeg: Reza. Chanejat Nurnia. Wauw, wow, dat is echt goed. Ja, toch? Ja, ik weet niet hoe je aan dat laatste stukje komt. Echt applaus, ja, zeker. <applause> Meester? Thank, thank you. Yes, Nee, maar ik hoor vaak. Mouchanejat. Maar die Nurnia, die heb ik nog nooit eerder gehoord. Zeg maar van iemand anders. Weet je wat het is? We doen onze due diligence, toch? Ja, zeker, man. Wikipedia dus, mag ik, mag ja. ik even. Kan nog een keer uh, doen? Uitspreken die namen. Ik vind het echt mooi gedaan: Reza. Ja? chanejat? Nonja, Nonja. Wauw. Ja, toch? Ja, echt. Het is de eerste keer dat ik dit hoor, man. Echt... Uh... Maar daarom. Wij Abdaad. doen we het anders, toch? Je hebt je huis wij, wij echt introduceren echt anders. Lekker, 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 Jali. Misschien ja. <laughs> moet er zijn. Misschien moet er zijn. Dank je. Dank je, dank je. <laughs> Luister, de eerste vraag die we altijd stellen is... Um, hoe gaat het met jou? Um, goed en slecht. Aan de ene kant... Uh, ja. Eerlijk zijn hier toch? Ja, nee, nee, nee. Ik, ik ga er goed voor zitten. Dus ja, dat is, kijk. Als Iraniër, zeg maar, ik ben in Iran geboren, dus je bent een Iranier. Ik ben opgegroeid in Nederland. Mm -hmm. In Iran is het heel onrustig nu, de situatie. Dus er is eigenlijk een uh, revolutie-slash civiele oorlog aan de gang. Ja. Dus alle Iraniërs die in het buitenland wonen en die alle nieuws meekrijgen, ja, dat is gewoon echt vervelend om te horen, omdat je machteloos bent. Ja, precies. Dus dat. Dat stukje, ja, dat is heel lastig en pijnlijk. Ja. Aan de andere kant, ja, persoonlijk mag je niet klagen, want het gaat gewoon goed. Ja, gelukkig. Dus een beetje dubbel gevoel. Gelukkig. Um, ik denk dat we daar, daar gaan we zo meteen sowieso verder op in. Ja. Over de situatie in Iran. We willen het niet zeg maar helemaal naar het politieke uh, brengen, maar we zijn wel heel erg benieuwd naar jouw mening, hoe je daarmee omgaat en zo. Yes. Um, uh, de, alle, de tweede vraag eigenlijk is, ben je gelukkig op dit moment? Um, ja, ik ben heel gelukkig, eerlijk gezegd. Um, kijk, dat komt ook een beetje door mijn karakter. Hoe ik in het leven sta. Mm -hmm. um, ik ben iemand die, zeg maar, niet te lang bij een teleurstelling kan blijven hangen. Ja. Teleurstelling is goed. Bo boosheid, woede is goed. Maar je moet het een plek geven. En dat komt, denk ik, alleen met de ervaring in het, le in het leven die je waar je van moet leren. Dus het is niet zo van. Dat je een handleiding hebt van doe dit en doe dat en je wordt succesvol of je wordt gelukkig. Mm -hmm. Je moet dingen ondergaan denk ik om dan te beseffen van oké. Okay. En elke keer als ik me slecht voel of wat dan ook, mm -hmm. ga je back to the basic. Gewoon naar de basic van wat, hoe het allemaal is gegaan en hoe het ook kan zijn. En als je dat elke keer zeg maar uh, met jezelf traint, yeah. dan ben je ook weer op het juiste pad. En dat is echt een mindset in het leven, zo zie ik dat. Ja. Als je zegt, hè, um, Back to the basic. Hoe, zie dat, hoe ziet die basics voor jou eruit? Wat is jouw basis waar je altijd op terug kan vallen? Eén um, uh, is God, geloof. Dus dat is voor mij heel belangrijk. Ja. Dus ik zie voor mij, persoonlijk hij, je hebt christendom, Jodendom, uh, Islam, noem maar op. Ja. Ik zie het als één God, zeg maar. Ja. Weet je? En hoe je daar een labeltje aan plakt, dat is voor iedereen anders. Ja. Maar ik geloof echt in datgene, uh, dat extra energie wat God je kan geven. En ja. dat zit echt from within, weet je? Van ja. binnenuit. Dat is één. En twee, voor mij is mijn familie, mijn gezin. Dat is het fundament. Mm -hmm. Alles draait om hen. Mm -hmm. Dus mijn geluk en mijn uh, energie en passie, ambitie, alles komt vanuit, je gezin. vanuit mijn gezin. Dus daar draait alles omheen. En ja. daar komt niks tussen, zeg maar. In die zin van, uh, tuurlijk heb je ruzies, heb je discussies. Wie heeft dat niet? Ja. Dat, eh, dat is ook gezond. Alleen dat is wel het fundament. En alles daaromheen, ja. dat moet draaiende blijven. En ja. je zal soms tegen haperingen lopen, of wat dan ook. Maar uh, the show must go on. Laat ik het zo zeggen. En dat is de basic van mij. En als je zegt, hè, bijvoorbeeld wat je zegt, uh, je moet bepaalde dingen ondergaan, ondervinden zelf. Um, heb je daar een mentor bij gehad of is dat gewoon van, van nature? Ben je daar zelf mee aan de slag gegaan? Uh, ik ben heel veel uh, zelf mee aan de slag gegaan. Ja. Maar als ik het terug kon draaien in de tijd, ja. had ik zeker hulp gezocht. Zou je wat ik bedoel? Okay. Ik ben van, dat is ook iets wat mijn vrouw mij vaak kwalijk neemt. Mm -hmm. Ik ben iemand die gooit alles in zich. Mm -hmm. Dus ik ben degene die voor iedereen moet zorgen. Ik ben degene die moet zorgen dat iedereen het goed heeft naar zijn zin. Mm -hmm. Dat is mijn karakter, hoe ik ben, persoonlijkheid. Maar zelf zit je ook natuurlijk soms met dingen. Mm -hmm. Dus wat doe ik dan? Ja, ik vind het lastig om met zeker mensen die ik niet ken, om daarmee even babbeltjes te gaan hebben over mij. Mm -hmm. En familie wil ik niet verontrusten, mm -hmm. dus dan ga ik ze ook niet daarmee lastigvallen. Mm -hmm. Dus ik praatte altijd met God. Of ik schreef dingen op, dat okay. hielp mij enorm. Ik schrijf alles op. Mooi. Dus dat deed ik en dan werd ik rustig. Ja. Dat, want voor mij, zeg maar, ik denk nooit in problemen, ik denk altijd in oplossingen, dat doet. Okay. Dus als ik ergens mee zit en ik weet niet waar ik mee zit, ga ik beginnen met schrijven. En dan zie je dat die oplossing vanzelf van, van, bij mezelf uitkomt. Ja. Maar als ik het terug kon draaien, ja, dan, dan wel. Had, ik het wel zeker, had ik wel hulp gezocht als ik ergens mee zat, okay. zeker. Ik vind, het, uh, ik vind het een heel mooi bruggetje eigenlijk naar onze volgende vraag. Um, want we kennen je natuurlijk allemaal vanuit het voetbal. Um, je hebt een hele lange lijst. Moet ik die lijst even opnoemen? <laughs> is <te> lang. Also, <laughs> ja? Ja? Zal ik die lijst even opnoemen? Ja, tuurlijk. Um, Heerenveen, Charlton, Cambuur, Sint-Truiden. Zwolle, Standaard Luik, Sydney, Upwell, Nicosia, Go Eagles, Eagles, FC Emma, Al Wakra, uh, PEC en Kuwait. En international natuurlijk. Ja. Twee eindtoernooien. Twee WK's, ja. Twee WK's. Kijk, dit is hoe wij jou kennen als, en hoe de buitenwereld jou kent als, als voetballer. Ja. Maar um, wie ben jij eigenlijk als mens? Wie is de mens? Reza, a.k.a. Gucci. Ik ben iemand die eigenlijk. Uh, heel duidelijk is in wat hij wil. Uh -huh. Ik ben heel open naar mensen. Ik ben heel vriendelijk, heel transparant. Uh, maar ik heb ook mijn eigen cirkel. Dus het is in die zin van. Ik ben goed met iedereen. Maar het is heel lastig om bij mij in een cirkel te komen. Want ik heb daar echt. vier à vijf mensen. En als je het goed doet in het leven, zeg maar. Uh -huh. heb je. Denk ik twee of drie echte vrienden. Hoe dat ziet jouw cirkel eruit dan? Wie, wie zijn dat? Wie, wie zit in jouw cirkel? Ja, natuurlijk, je gezin, dat mm. is het belangrijkste. En je ouders. Gewoon de mensen die je familie zijn, dicht bij je staan. Mm -hmm. En natuurlijk heb je ook vrienden waar je mee bent opgegroeid. Maar daar blijft het voor mij ook bij, in die zin. Ja. Niet dat je anderen niet vertrouwt, of wat dan ook. Ik ben goed met iedereen, maar. Mm -hmm. Ik ben heel voorzichtig altijd met uh, mensen toelaten in mijn leven, laat ik het zo zeggen. Ja. Yeah. En ja, dat is wie ik ben. Maar aan de andere kant, ik ben iemand die heel open is, heel vriendelijk, uh, heel loyaal. Bij mij staan principes heel erg uh, hoog aangeschreven. Dus ik ben wel old school wat dat betreft. Uh, mijn woord is belangrijker. Heeft meer waarde dan geld of wat dan ook in ja. het leven. Dus als ik iets zeg, dan doe ik het ook. En als ik zeg ik doe het niet, dan doe ik het ook niet. Mm -hmm. En dat is heel belangrijk. Komt dat vanuit de cultuur ook dat je dat hebt meegekregen? Of, of is mm -hmm. het gewoon, dit ben ik als persoon? Nee, ik denk gewoon dat ik dat ben als persoon. Want ik ken ook genoeg Iraniërs die zijn huichelaars, zijn leugenaars. Dus <laughs> die heb je overal <laughs> <In> wel. <cultuur. laughs> maar vanuit mijn opvoeding, hoe ik in het leven sta, is zeg maar, ik ben heel principeel zeg maar. Ja. Dus, ik ben wel heel erg iemand die zijn woord nakomt. En als ik het niet doe, dan zeg ik dat ook. Ja. Dat staat heel belangrijk voor mij. Ja. Uh, om bijvoorbeeld een voorbeeld te geven: jullie komen allebei uit de voetbalwereld. En je weet wat een jungle dat is, bijvoorbeeld. Mm -hmm. ja. mm -hmm. gaan miljoenen bedragen in om. Uh, mensen die elkaar uh, achter de rug om uh, bedriegen met geldzaken, mm -hmm. noem maar op. Kijk, ik heb 13 jaar. Dezelfde zaakwaarnemer gehad. En je ziet hoeveel clubs ik heb gehad. Mm -hmm. Mm -hmm. En ik heb eigenlijk 13 jaar op basis van een mondeling overeenkomst. heb ik met mijn zaakwaarnemer hebben we zaken gedaan. Ja. Dus dan kan je je voorstellen, zeg maar, om maar aan te geven hoe. mannen, 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 Juist, ja, Dus precies. Nooit iemand achter de rug om of wat dan ook. En dat verwacht ik ook, zeg maar, van ja. degene die bij mij in de cirkel staan. Mooi. Ja, netjes. Je bent nu 35 jaar. Voordat we verder gaan naar het volgende. Je hebt ooit gezegd. Voor mijn 35e speel ik uh, vloeiend uh, of perfect video. Klopt man. speel je ja. het? Uh, nee, dat niet. Ik heb twee jaar les gehad. Nee, nee, nee. Ik heb twee jaar les gehad. Ja, nee, nee. nee. <laughs> ik, begon, ik begon echt uh, <coughs> heel goed heel scherp, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik was ook heel erg dedicated. Uh, ik volgde lessen. Allee, op een gegeven moment ging ik naar het buitenland. En, en mijn leraar kwam ook te overlijden, wow. dus het werd allemaal verwaterd. Ik ja. wil het op een gegeven moment wel gaan oppakken weer, ja, want ik hou van muziek. En ik vind het leuk als je instrumenten kan spelen. En daarbij ja. vond ik viol viool gewoon echt vet. Het is ja. wel apart, het, je hoort meestal gitaar of ja. piano of noem precies, maar op. Voor mij was viool echt mijn ding. Ja. Uh, ik, ik zal wel een nummer of wat dan ook even kort kunnen spelen, maar het is niet zo van dat ik op uh, pro-level zit of zo. Heb nee, je viol viool mee? Nee man. Nee. Jullie wel? Jammer man. <laughs> ik had wel wat willen horen. Ik ja, ben ik niet dus... echt nieuwsgierig. Nee, het is ook nogmaals hè, het is echt uh, groep 1, groep 2 dingen. Dus ja, de basic, okay. dat kan ik wel. En ik kan wel misschien één nummer of wat dan ook, maar ja. daar houdt het ook wel mee op. Dus dat had ik ooit gezegd, maar dat was echt in die enthousiasme en die ambitie. <laughs> maar op een gegeven moment verwaterd dat. Ja. En dan komt gezin, komt familie, dan ja. Geen ja. excuus, maar ja. Nee, 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 nee. ik bedoel. verwatert het gewoon. Uh, toekomstplannen, toekomstplannen. Ja. Oké, okay. yes. um, we gaan verder naar het stukje knowing me. Het stukje knowing me, dat uh, stellen Edson en ik, stellen beide, stellen tien vragen. Uh, en dan is het eigenlijk zaak voor de gast die hier zo zit om eigenlijk onder druk te presteren en de vraag zo snel mogelijk te beantwoorden. Uh, en zo komen we eigenlijk achter hele andere dingen, achter de persoon, achter de atleet. Okay. Dus, um, Is het een ja-nee antwoord? Want nee, Je moet me vragen. tegenhouden, want ik praat veel. Ja-nee, nee, nee. nee, nee je je verder. Hey. Hey. Vrije, vrije rol hier, man. Ga je okay. gang. Goed, <laughs> Oké, goed. maar moeten... wel snel antwoorden. Het ja. eerste wat in je opkomt. Oké, okay. zal ik beginnen? Ga je gang. Wanneer moest je voor het laatst hardop lachen? Uh, vanochtend. Of zo? Ja, ik bracht mijn zoon naar school en uh, hij zei iets geks. Dus. Uh, hij zei, papa, als ik uh, thuis kom uh, wil ik dat je iets voor mij tekent en ik ga iets voor jou tekenen. En uh, ja, Toen zei hij iets heel grappigs tussendoor. Ik weet niet meer precies wat hij zei, maar we moesten echt lachen, want het ging terug zeg maar naar uh, gisteren of eergisteren zeg maar. En dan besef je van wow, die gasten groeien echt snel, ja. het gaat echt hard. Ja. Ik moest gewoon lachen, zeg maar, hoe ontwikkeld hij was, weet je wel. Ja. Ja. Want we namen ze dag door, zeg maar, en hij zei opeens iets van: weet je, ik moet dit en dat doen vandaag. Alsof, het, alsof ik met de volwassenen aan het praten. Ja. Was. Dus dat, daar moest ik echt om lachen. Dat je zei van wow, het gaat wow, echt dat hard. Zei... Hij is nu bijna vijf. Ja. Maar, maar het gaat echt hard. Ja. Genieten. Ja, man, man. Genieten. Dus dat was het laatste. Oké. Okay. Volgende vraag. Um, waar heb jij je mooiste avontuur beleefd? Uh, op voetbalgebied bedoel je? Of? Wilt algemeen wat jij wilt wat voor jou uitspringt in ja dat, kijk het zijn meerdere waarom uh, het is lastig om één uh, ding te zeggen om, om het feit hoe ik in het leven sta, ja, dus ik ben niet toekomstgericht, ik ben ook niet dat ik in het verleden, ja. ik sta echt in het heden, ja. dus ik geniet echt van het moment okay. en als je kijkt waar ik allemaal ben geweest op de wereld en waar ik heb gewoond, ja, ik heb van alle Plekken waar ik heb gewoond en ben geweest, heb je zoveel mooie herinneringen. Ja. Dus ik zou eigenlijk één tekort doen als ik nu zeg van dat was mijn ding. Maar is niet, er is niet één moment in je leven nu dat je denkt van <coughs> Ja, Natuurlijk wel. Kijk, op het moment dat je gaat trouwen, op het moment dat je een kind krijgt, dat zijn allemaal speciale momenten, weet je. Ja. Wel? Ja. Maar in general heb ik eigenlijk evenveel genoten op het moment dat ik bijvoorbeeld met mijn zoontje op het strand zat of wat dan ook. Omdat je echt geniet van het moment. Ja. Dat is heel lastig, hè? Je, dat je, je... je leeft echt in het moment. Dat, dat, een, probeer, uh, ik, hè. dat okay. probeer ik. Maar dat is echt lastig om jezelf elke keer bewust te maken van hé, hey, je leeft in het nu. Ja. Want soms ben je aan het rijden en denk je van, oh shit, had ik dat maar niet gedaan? Of, ja. dat niet. of wat gaat er morgen gebeuren? Maar hé, hey, dat is allemaal nog niet aan de gang. Je, ja. je leeft nu. Dus je moet ook nu, zeg maar, genieten en met je problemen handelen die je op dit moment hebt. En niet morgen of oh, had ik gisteren maar. Ja, ja. Dus, nice. Dat is de mentaliteit van mij. Ja, nee, sterk, sterk. Oké, okay, uh, next. Aan wie heb je het meest te danken gehad in je leven. Ook daarmee zou ik echt mensen tekort doen, man. Natuurlijk je ouders, je familie, die heeft altijd achter mij gestaan, hebben me gesteund. Dus dat is heel belangrijk geweest voor mij. Uh, maar ja, naarmate je ouder wordt, heb je natuurlijk ga je je gezin uitbreiden. Dan komt je familie, je vrouw. Dus mm. die hebben mij ook altijd gesteund. Dus van hun kant heb ik altijd steun gevoeld. Maar Eerlijk, en het klinkt egoïstisch, maar ik wil mezelf ook bedanken. Waarom? Hey. Het klinkt egoïstisch, hè, maar je moet zo denken: met wie ben jij het meest in gesprek? Met jezelf. Klok. Met wie ben jij 24 uur per dag je bezig? Met jezelf. Omdat je je... Dat is zo belangrijk. En dat zeg ik vaak tegen mijn vrouw. En zij zegt, hey, jij bent gek man. Ik zeg, ik hou van mezelf. Ze zegt, waarom zeg je dat? Doe normaal. Ik zeg, ik ben verliefd op mezelf. Ze zegt, jij bent echt raar. Je moet normaal doen. Ik zeg, luister. Als ik niet van mezelf hou, dan kan ik ook niet van jou houden. Wow. Ik geef om mezelf. Ja. Omdat ik weet van, hey, ik omheld al mijn beperkingen. Ik ben niet perfect. Ik heb heel veel foute dingen. Ik heb heel veel slechte kenmerken, eigenschappen. Maar ik heb ook veel goede dingen. Maar het totaalplaatje, mm -hmm. daar hou ik van. Omdat ik de hele... Dag met mezelf moet dealen, Ja. En voor de rest van mijn leven ook. Dus als ik niet voor mezelf hou, hoe kan ik dan het maximale aan jou geven? Ja. Dus op die manier denk ik eigenlijk. Dus ja. dat zijn de mensen waar ik van hou. En dat is nogmaals, hè, absoluut niet egoïstisch bedoeld. Nee, tuurlijk nee, is niet. het ook zeker. Tuurlijk niet. Niet. Tuurlijk niet. Zeker. Um, wanneer heb je voor het laatst gehaald? Uh, pff, ja, wanneer heb ik voor het laatst gehaald? eerlijk en dat is echt geen macho gedrag. Ik hou heel weinig, mm -hmm. maar ik heb één zwakte. Dat is bij films. Bij films kan ik er niet droog houden. <laughs> Kijk, als ik iets ergens zie gebeuren, of wat dan ook. <laughs> ik echt niet. Nee, ik als ik, als ik bijvoorbeeld, omdat ik zeg maar wat ik zei, ik denk in solutions. Dus ik ben niet iemand van het huilen. Ik zie een probleem. Oké, okay, hoe gaan we het oplossen? Ik ben heel erg pragmatisch en ik probeer dingen zeg maar, te, op te lossen. Want ja. zo is mijn, her, zo zijn mijn hersenen ingesteld. Maar als ik zit en ik zit een film te kijken, ja dan kan ik echt in huilen uitpakken. En wat voor soort filmen dan? Maar... Als iemand onrecht wordt aangedaan of wat dan ook. Ja. Oh trouwens sorry, over onrecht aangesproken. Ik heb wel gehaald, maar dat is door de gebeurtenissen in Iran wat ja, nu gaande okay. is. Ja, ja. Wanneer het voor het laatst was weet ik niet, maar als je die beelden meekrijgt, en ik ja. kies er nu bewust voor om niet te veel beelden te kijken, en zeg, zeg ook tegen mijn vrouw als we wakker worden. Niet gelijk nieuws aandoen. Ja. Niet gelijk kijken. Want je hoort heel veel slechte dingen. Dus daar heb ik wel om gehaald. Omdat mm. dat, dat wel erg is. Maar over het algemeen hou ik alleen bij films. Dus dat is wel <laughs> erg. <laughs> ja, niks mis mee. Nee, ja? zeker niet. <laughs> Niks mis mee. <laughs> <laughs> uh, wat heeft bekendheid je gebracht? Uh, heel veel. Zowel uh, uh, financieel als ook je... <laughs> ja, je leven heeft het veranderd. Uh, Kijk, in Nederland valt het enigszins wel mee. Maar goed, in het Midden-Oosten is het wel een ander verhaal. Zowel mijn vrouw, zelfs mijn zoontje als ik. Het is toch heel anders. Uh, maar ik ben heel blij dat ik de uh, best of both worlds heb gekregen. Mm. En wat bedoel ik daarmee? Kijk, in Iran bijvoorbeeld, of in het Midden-Oosten, word je heel erg. Op een platform, zeg maar, op plateau gedragen. Want kijk, ik heb in mijn carrière heb ik gewoon op internationaal vlak, zeg maar, met het Iran zelf wel heel veel successen geboekt. Ja. Zeg maar, echt, ik heb heel veel belangrijke doelpunten gemaakt, waardoor we gewoon direct naar het WK konden gaan. En heel veel beslissende doelpunten, mm -hmm. waardoor je, zeg maar, je land kwalificeert voor een WK mm -hmm. of twee WK zelfs. Mm -hmm. Dus dat heeft me heel veel roem en heel veel dingen gebracht. Maar ook mijn familie daarin. Mm -hmm. Ik ben ook getrouwd. Mijn vrouw komt uit een, uh, ik zeg geen BN'ers, maar BI'er, dus bekende okay. Iraniërs. Ja. Mijn uh, vrouw, haar zus, uh, is een heel bekend iemand in Iran. Ze ja. ja. is een actrice, ze heeft Oscar gewonnen in Amerika voor uh, oh, ja. beste film. Ja, dus wow. Zij heeft, komt ook van een famous family. Ja. Ja. Dus die twee hebben we eigenlijk gemengd en gematcht. Dus niks is nieuw voor ons. Ja, ja, ja. Maar ik ben blij dat ik ook in Nederland ben opgegroeid. Waarom? Je ziet heel vaak... En dat is een beetje ons cultuur eigen van mensen die heel beroemd worden, die gaan naast hun schoenen lopen. Ja. Die voelen zich beter of gelijk of ze denken dat ze meer rechten hebben dan een ander. En omdat ik in Nederland ben opgegroeid en mijn eigen opvoeding door mijn ouders, heb ik dat altijd goed kunnen matchen, dus kunnen ja. balanceren. En dat was gewoon iets wat in Iran wel heel erg apart was. Van hé, hey, waarom doe je de deur voor mij open? Yeah. Jij bent die voetballer, ik zeg, ja zo. Yeah. Dus omdat ik voetballer ben, hoef ik de deur niet voor jou open te houden. Yeah. En dat is een hele andere mindset zeg maar, omdat je daar bekend bent, moet je uh, privileges hebben. Yeah. En dat hebben we in Nederland van, weet je, doe maar normaal, dan doe je gek genoeg. Yeah. Dus daar, die mix daarvan, dat probeer is ik wow. altijd na te leven en dat is, vind ik wel een win-win situatie voor mij. Kaderit, nice. Mooi. Mooi. Uh, waar voel je het meest thuis? Uh, dat is een goede vraag, man. Dat is echt een goede vraag. Waarom zeg ik dat? Ik had het laatst met mijn vrouw over. <coughs> Eigenlijk overal en nergens. En ik praat de ja. hele tijd filosofisch, maar ik meen het echt. Kijk, je bent uit, als ik in Iran ben, ben ik geen Iranier. Want je bent die buitenlander. Dat, heb je, dat hebben Marokkaanse en Turkse jongens ook, weet je wel. Surinamers Marok ook. Surinamers Surin ook. Surin ja, ook ja. Ja. Dus dat voel je. Als je in Iran bent, ben je geen Iranier. In Nederland, als ze naar mijn achternaam kijken, ben je geen Nederlander. Mm -hmm. <laughs> Snap je? Mm -hmm. Maar niks, ik wil niet uh, polariseren of zeggen van nee, uh, ik hoor hier niet bij of daar niet bij. Dus het is heel lastig om daar een antwoord op te geven. Voor mij is het belangrijk het gevoel, zeg maar, wat er is. En omdat ik bijvoorbeeld, ik heb in Engeland gewoond, ik heb in Australië gewoond, in Amerika gewoond, uh, hier in Nederland, noem maar op. Overal waar we waren, probeerden we dat gevoel, wat ik zei, het fundament, dat familiegevoel, ja. bij elkaar te houden. Ja. En daarmee te dealen met de cultuur die daar heerst op dat moment. Mm -hmm. Dus zo probeer ik me eigenlijk overal thuis te voelen. Ja. Maar Nederland is wel je basis. Is wel mijn basis uh, op dit moment, laat ik het zo zeggen. Ja. Uh, mijn vrouw is Amerikaanse toevallig, dus wij, kom, wij gaan ook geregeld naar Amerika. Zo. Dus uh, wij zitten. Oh, dat zag je toch al, ja, hoe Die, ja, ja, die Brotherhood-familie uh, en zo. Ja, ja, okay. wij zitten talking in. English, you know. Ja, we hebben dat gemeen, Komt voor echt. Amerika Sorry. is ook top. <laughs> ja, Amerika is uh, Wij zitten in DC. In dus DC. Virginia. Okay. Ja. Ja. Dus wij gaan ook geregeld op en neer. Ja, ja. En ja, wat ik zeg, het is heel lastig uh, om te zeggen. Op dit moment is Nederland onze uh, basis waar we zitten. Ja. Maar het kan ook veranderen natuurlijk met de tijd. Ja, precies. Dus zo staan we een beetje in het leven. Oké, okay. nice. Wie bewonder je het meest? Op welk gebied? Whatever, wat je wilt. Op het voetbalgebied vind ik natuurlijk, heb ik respect voor alle voetballers die zeg maar, hoog niveau hebben gepresteerd. Of nou Messi is of Ronaldo of wie dan ook. Dus die bewonder ik. Uh, op uh, sociaal gebied, natuurlijk mijn familie. Mijn ouders, uh, mijn broer, mijn vrouw. Dus dat is echt mensen die ik bewonder. Maar ook zeg maar mensen. Uh, bewondering is misschien een slecht woord. Maar respect. Mensen waar ik heel veel van kan leren. Ik ben iemand die altijd. Nu praat ik veel. Maar normaal gesproken, als ik ergens ben, probeer ik juist veel op te pikken van mensen. Dan, mm -hmm. dan luister ik meer. Mm -hmm. Dus daar heb ik ook bewondering voor. Mensen die heel goed zijn in hun ding. Whatever het ook is. Ja. Dus daar probeer ik heel veel van te leren. Dus mentors, zeg maar, die ja. voor mij, mij dienen, of niet mij dienen, maar waar ik van dingen van kan opsteken. Kan leren, ja, precies. Dat zijn waardige zaken ja. voor mij. Oké. Okay. Nice. nice. Um, dan uh, de tiende en de laatste vraag. Wat wilde je worden toen je klein was? Uh, voetballer, sowieso. Ja. Maar dat kreeg ik van huis okay. uit ook mee, dus er was geen andere optie. Mijn okay. vader. Ik sta er anders in natuurlijk met mijn zoon, yeah. als hij maar gelukkig is, of nou piano-leraar wordt of balletdanser, maakt me niet uit, dat meen ja. ik echt. Okay. Als hij maar gelukkig is. Maar van huis uit moest ik voetballer worden en ik had ook gelukkig talent en je zag dat het gewoon werd. Maar je werd ook gepusht van huis uit, van yeah. je hebt het talent dus je moet het doorzetten. Dus dat is iets wat ik heb uh, meegekregen en dat was eigenlijk mijn hele leven. Ja. Dat is later wel... Veranderd hoor, moet ik zeggen, maar dat ja. komt misschien later op. Ja zeker. Maar van kinds af aan was dat de enige optie. <coughs> ja, oké. Okay. Oké. Okay. Interessant. Dan, um, um, op vijfjarige leeftijd kwam je vanuit um, Iran naar Nederland. Ja. Uh, je bent daar geboren. Um, hoe was die, die journey van Iran naar Nederland? En je bent uiteindelijk ben je naar Leeuwarden. Ja. Daar ben je gegaan. Um, hoe was dat? Waarom, waarom zijn jullie hier naartoe gekomen? Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, kijk, mijn ouders, <coughs> die hadden het gevoel dat ze in Europa voor mijn broer en voor mij een betere toekomstperspectief was. Mm -hmm. Dus met die reden zijn we ook hier naartoe gekomen, omdat hier veel meer opties en veel meer mogelijkheden waren. Ja. Dus zodoende. Zij hebben alles gelaten eigenlijk voor hun kinderen. Mm -hmm. Wat logisch op zich? Ja, logisch, wat veel ouders doen. Yeah. Dus. Met die gedachten zijn we ook naar Nederland gekomen en uiteindelijk hebben we aan de weg getimmerd, zowel mijn broer als ik. Mijn broer uh, is een hele succesvolle uh, fysiotherapeut, manueltherapeut, sporttherapeut, mm -hmm. zeg maar. Die heeft verschillende praktijken voor zichzelf, dus die heeft goed aan de weg getimmerd. Ik heb een voetbalcarrière gehad. Dus, en dat was altijd zeg maar, met dank aan onze ouders, zeg maar, die ons pushten om hey, elke keer tot het uiterste te gaan, weet je wel? Yeah. En dat heeft ons hier naartoe gebracht. En ik heb eigenlijk hele leuke jeugd gehad. Ik heb helemaal geen moeilijke jeugd gehad of wat dan ook. Ja. Echt super leuke tijd. Altijd voetballen, mm -hmm. met vrienden, naar school, gekkigheid. Mm -hmm. dus okay. mag, wat dat betreft mag ik echt niet klagen. Nou ja, mooi. Ik, 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 uh, ik wilde vragen, uh, uh, sommige mensen uit Iran die zijn natuurlijk gevlucht vanuit Iran ja. naar hier, maar dat was bij jou niet het geval. Nee, bij ons was het puur toekomstperspectief gericht, zeg maar. Voor mij en mijn broer van hé, hey, hier heb je veel meer kansen om door te groeien en ja. een succesvol leven te hebben, wat in Iran minder was. Ja, precies. En met die gedachten zijn we hier naartoe gekomen. Ik mag uh, blij zijn dat het is gelukt. Heb je okay. ooit uh, uh, negatieve reacties gekregen daarop? Uh, Waarom? Zeg maar het geval van dat je ouders voor een betere toekomst hebben gekozen en het, hey, vanuit Iran naar Nederland toe zijn gekomen. Um, waarom ik die vraag stel, omdat in de Surinaamse community ja. is dat ook nog wel eens zo in Suriname. Snap je? Dan ja. hebben ze het gevoel van: hé, hey, um, je bent gevlucht of je hebt je land verlaten. En, ja. he, en eigenlijk is dat heel raar, omdat je toch voor, he, voor een betere toekomst uh, in jouw specifieke situatie. Ja. Um, maar daar, dat heb ik nog wel eens naar mijn hoofd toe ge gegooid gekregen en heb jij dat ook ervaren ik heb dat persoonlijk niet ervaren ja. en uh, met alle respect al zou ik het ervaren hebben zou het me weinig hebben gedaan ja uh, maar ik was ik ben wel iemand en mijn ouders ook wij kunnen bs heel goed afsluiten ja, we? ja. dus het is eigenlijk als als je de outside noise uh, de outside noise zeg blockeren. maar waar jullie het ook vaak over hebben mm -hmm. Als ik een doelstelling heb, dan kan ik dat heel goed van me afsluiten. Waarom? Omdat het niet veel met me doet. Ik heb wel respect bijvoorbeeld voor andere mensen als zij een mening hebben. Want hoe je het bent of keert, iedereen heeft een mening over jou. Mm -hmm. En jij om, waarschijnlijk ook over anderen. Maar dat is ook niet erg. Maar als jij nogmaals back to the basics komt. En mm -hmm. je fundament goed geregeld hebt. Mm -hmm. dan pak je die nooit van je fundament op. Want die hebben het beste voor je. Mm -hmm. Tenminste, als het goed is, hè? Mm -hmm. Uh, en dat wil niet zeggen dat jouw fundament alles met je moet meepraten. Van, hey, Nee, je doet het goed, ook al doe je het slecht. Nee, je hebt gelijk, mm -hmm, snap je? Mm -hmm. Mensen die jou altijd wel zeggen van hé, hey, juiste richting geven. Mm -hmm. Ik maak de keuze uiteindelijk, maar dat ze wel zeggen van hé, hey, dit had je misschien zo doen of zo doen. En wat de buiten noise zegt, outside noise, ja, dat maakt dan niet uit. Nee, dan ook, want iedereen heeft uh, wel ja. mooi, ja. toch? Dus ja, als jij. Aan iedereen wil gaan. Uh, naar iedereen wil gaan luisteren. Pff, dat is vermoeiend hoor? Dan maak je jezelf helemaal gek. Ja. Ja. Je had het net ook in een van die vragen uh, had je het over van ja toen ik jong was was voetbal mijn leven wilde dat alles. Toen zei je van ja, misschien komen we daar later op nog terug. Hoe zit dat nu? Uh, ja nu ervaar ik het niet meer zoals toen natuurlijk. Mm -hmm. Maar ik, ja daarom vond ik het misschien goed om daarover te praten. Waarom? Want ik denk dat mijn situatie juist Omschrijf waar jullie en waarom jullie uh, deze foundation hebben opgezet. Mm -hmm. Kijk, jij en ik waren teamgenoten. Uh, Klopt. Ik was toen 16, 17, maakte ik mijn debuut bij Herenveen uh, in het eerste. Mm -hmm. um, en ik was In de jeugd was ik wel een van de grootste. Alles ging op talent. Mm -hmm. Je weet hoe dat gaat. Je gaat op talent, je kan alles maken, dat is geen probleem. Uh, bij het eerste best wel snel debuut gemaakt. Uh, ja, op een gegeven moment uh, raakte ik zwaar geblesseerd. Je mm -hmm. werd verhuurd aan dan Eagles en kruisband afgescheurd. En yeah. uh, het traject duurde bijna twee jaar. Dus yeah. twee jaar voordat je op niveau bent. Je weet, de kruisband kost negen maanden, maar ja, voordat je echt terug bent op niveau, yeah. uh, ben je twee jaar verder. Toen kwam ik terug bij Herenveen. Yeah. En ja, weet je, dat, dat ging niet zoals ik had gehoopt, want het is toch heel anders. Mm -hmm. en ik had heel veel moeite in die tijd met die outside noise. Die tijd. Okay. Dan praat ik over uh, 17, 18, 19 toen ik ja. 17, 18, 19. Die outside noise was heel vervelend. Ja. Want ik pakte alles op. Maar dan, maar dan zeg je bijvoorbeeld, hè, je groeit zo op met je ouders, die je daar eigenlijk al in meenemen en, en uh, dat meegeven. Ja. Maar wat, wat maakt dan het verschil daar, dat je dan toch nog gevoelig wordt? En rond die leeftijd. En daarom zeg ik, je moet dingen ondergaan om het te beseffen. In die tijd, wat ik zei, familie was belangrijk voor mij. Ja. En dat zei ik aan het begin van de uitzending. Ik ging niet praten met andere mensen over mijn eigen problemen. Ja. Als ik ergens mee zat. Want ik wou niet mijn familie eh, verontrusten daarmee. Dus wat ik deed, bijvoorbeeld. Een voorbeeld. Ik was net doorgebroken bij het eerste. En het eerste wat ik deed, bijvoorbeeld na wedstrijden. Kijken wat de kranten hadden gezegd over mij ja. en in die tijd had je sterren kreeg je aan te sterren na een wedstrijd ja, ja, ja. Uh, bij die voetbalbladen ja, je ja, ja. gelijk zoeken weet je van oh ze hebben me vijf gegeven of een vier nee dat zat de hele week in mijn gedachten van waarom waarom uh, praten ze zo over mij waarom ja. praten ze, doen ze zo weet je die oud noise was te aanwezig bij mij ja. en het was gewoon een jungle ja. voetbalwereld jullie weten het als geen ander het was gewoon een jungle ja. de ene dag lachen ze naar je de andere dag Negeren ze je gewoon ook je trainers. Hè? Bijvoorbeeld ja. na een slechte wedstrijd, denk ik van, hoe kan dat? Ja. Ik kon daar heel slecht mee dealen. En op een gegeven moment, ik had een goed contract bij Heerenveen. nog drie jaar doorlopend, uh, weet ik nog. Ik leverde gewoon op een dag, zei ik: Luister, ik wil niet meer voetballen. Ik leverde mijn contract in. Dat was hetzelfde jaar dat jij en ik nog, uh, ik zat bij selectie. Ja, jij was net ja. volgens mij vanuit Feyenoord, hè, was je gekomen. Hè? Uh, ja, vanuit Klopt. Feyenoord kwam je bij ons. Dat jaar wonnen we trouwens ook nog de beker, maar dat is wat anders. Nee, was, dat was, 2009. Het jaar na mij, was het jaar na mei. Na ja? Oké. Okay. Uh, dus dit, wat ik nu toen, vertel toen is dus een jaar na ja. Jaar. Ja, precies. Hebben wij in de beker gespeeld, de finale? Nee, ik, ik heb heel weinig inbreng gehad in, die, uh, in dat jaar. Nee, maar was je dat jaar nee, dus wel nee, daar? Nee, ik zat gewoon bij de selectie. Maar, uh, maar verder... je zat wel bij de selectie, want wij hebben toen met penalties verloren van... Van Herenveen, ja. was, dat, was dat de bekerfinale? Ja, met Yusuf Hershey en zo. Die ja, miste met Yousuf ja. ja, ja, ja. Oké, okay, toen zat je er al bij. Ja. ja, Maar ik zat die wedstrijd zelf niet erbij. Hè. Ik bedoel, okay. dat jaar zat ik bij de selectie en ja. ik had in het begin van de bekercompetitie een paar wedstrijden gespeeld, Maar hmm. voor mij is dat gewoon zero input. Maar ja, je ja. krijgt het wel op je CV als beker. Je hebt weinig bijgedragen. Toen ja. prijs gepakt. Je hebt weinig bijgedragen daaraan. Maar om even terug te komen op die outside noise. Op een gegeven moment had ik zoiets van: ik wil dit niet meer. Dit is, ik ben iemand die oprecht is en dat verwacht je ook van andere mensen. En in de voetbalwereld gaat dat niet zo. Mm -hmm. Dus ik ging toen naar Ime Kuiper, dat was die uh, directeur in de tijd bij ons. Ik, ja. zeg, ik wil niet meer voetballen. Wie was het ook alweer? Kuiper en Henk Hoekstra. Ja. Ik leverde mijn contract en ik zei: luister, ik wil dit niet meer. Het is mooi geweest. Ja. Ik ga lekker studeren. Dus ik ben gewoon gestopt met voetbal. Ik had, uh, toen ben je rechtenstudie gaan doen? Hè? Ja, toen ben ik rechten gaan studeren, om mijn achttiende. Dus uh, familie helemaal opzet, vader huilen. Nee, ik kan niet dit nee het is klaar. Het is mooi geweest voor mij. Ja. Ik kan niet in deze wereld kan ik niet dealen. Het is niet uh, oprecht, het is allemaal oneerlijk en het gaat niet zo als ik wil. weet je. Dus die ja. oud zijn is wat te aanwezig bij mij. Ja. En Dat heeft dus zodanig impact gehad dat jij, eigenlijk hetgene waar je van houdt, waar je kleinsta ja. van mee bent begonnen, ja. um, dus laten beïnvloeden om iets heel anders te gaan doen. Ja, dus ik ben gewoon op een gegeven moment gestopt. Ik ben gewoon uh, rechter gaan studeren. En dat was gewoon eigenlijk mijn volgende doelstelling van oké, okay, ik word advocaat of ik ga, ik wil rechter worden. Dus dat is het. Ja. Dus ik was daarmee <laughs> bezig ja. een half jaar. En uiteindelijk is uh, ja, op voetbalgebied Mark is mijn redder geweest, Mark Overmars. Ja. Ja die zat toen de tijd was die TD bij uh, uh, Goed Eagles ja. en die bleef me maar in die tijd lastigvallen want ik wilde focussen op voetbal ja. of uh, op uh, studie en hij zegt van reis het u zonde geef het niet op kom bij ons ik zeg nee Mark het is genoeg geweest ik heb het uh, gezien ik wil niet meer ik wil gewoon studeren hij zegt weet je wat en dat kon hij als geen andere hij kon je wel lekker maken met hij kon je wel verleiden tot uh, het voetbal, terugkomen tot het voetbal. Ja. In die zin van, hij zegt, weet je wat, kom gewoon bij ons trainen. Gewoon vrij, je hoeft helemaal niks te doen. Je ja. vult je tijd zelf in, noem maar op. Dus na een paar afwijzingen heb ik gezegd van, oké okay Mark, ik kom gewoon bij jullie mee trainen. Maar studie gaat voor. Want ik wil gewoon uh, rechter worden, ik wil niet meer met voetbal uh, bezig zijn. Hij ja. zegt, is goed, doe je ding, je komt bij ons. Dus het begon met één training. Eén training werd twee trainingen zei hij weet je nu je toch bezig bent, dit gewoon een amateurcontract. Je hoeft niet bij ons de, bij de selectie te zitten. Ja. Je krijgt gewoon kilometervergoeding en dat is het. Ja. En je hoeft helemaal niet uh, aanwezig te zijn. Prima. Op een gegeven moment begin je te vlammen op trainingen. Ja. Zegt die, weet je nu je toch hier bent, ik kom maar één maar keer bij de niet. selectie zitten. <laughs> dus zo begon het. O, op een gegeven moment voordat ik ja. het uh, minst tien keer was gespeeld, acht goals en zo. En toen is het weer gaan lopen. En ja. hij is eigenlijk op voetbalgebied wel mijn uh, redder geweest want hij heeft mij echt teruggebracht en elke keer jaren als ik hem terug zag zei hij ook altijd weet je, ja. je heel veel aan mij te danken maar dan ga je van de outside noise die zoveel impact op je heeft gehad uh, maak je een beslissing je kapt ermee omdat je daar gewoon niet mee, mee wil dealen ja en dan nou goed uh, dankzij mark kom je er beetje 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 weer in ja maar die outside noise het ja. gaat niet weg, dat is er nog. Het is gewoon een onderdeel van het wereldje. Ja, klopt. Van de samenleving. Ja. Hoe ben je daar toen mee omgegaan? Nou, ik denk dat die pauze tussendoor was echt goed voor mij. Mm -hmm. Omdat je 180 graden iets anders ging doen. Dus ik ging voltijd studie doen. Uh, dat was toen in Groningen, HBO-rechten ging ik doen. Dus je zat tussen allemaal klasgenoten, dus je zat in college, je zat. Je deed hele andere dingen. Je was helemaal niet met voetbal bezig. Uh -huh. Je ging... Je had vrije tijd om met die gasten op stap te gaan bijvoorbeeld. Of wat dan ook. En je, Ik kreeg van dat wereld... Kreeg ik gewoon wat mee. Weet uh -huh. je. Dat ik dacht van... Hé, hey, er bestaat meer dan voetbal. En toen ik dat besef kreeg... Want daarvoor was voetbal mijn leven. Alles was voetbal. Uh -huh. En dat was heel apart. Want als het goed ging... Ja, was het zo. Maar als het slecht ging... Dan zat je ook nog met dat voetbalgedeelte. Uh -huh. Want het, je kon het niet loslaten. Maar toen ik... Zeg maar iets anders ging doen, dat was wel mijn redding geweest. Waarom? Want toen ik weer ging voetballen, terugkwam, bleef ik mijn studie houden. Dus ik was wel gewoon een voltijd student. Mm -hmm. Dus ik reed elke dag. Ik woonde in Leeuwarden toen, ik reed van Leeuwarden naar Deventer. En van Deventer naar Groningen en van Groningen naar Leeuwarden. Elke dag. In de auto van Mark. In de auto van Mark. Hij zegt: Je krijgt zelfs mijn auto. Hij had de wow. allereerste auto. Zijn wow. <laughs> allereerste auto ja. die hij had ge gekocht met zijn geld bij Ajax. Dat was in die tijd dat hij doorbrak. Ja. Op zijn achttiende. e Die gaf hij aan mij. Hij zei, Je mag die je had hier mee, die mee nog ronden. gewoon. Die had die dat is, gewoon is ook wel speciaal. Ja, ja. ja. Hij zegt: ja. Rij gewoon in. Doe waar je, wat je mee wil. Ja. Ik kom gewoon naar training, ga naar je studie, doe maar op. En dat was mijn afleiding. Waarom? Als ik bijvoorbeeld slecht had getraind of een slechte wedstrijd. Ik had dat geen tijd je om je te rouwen. Ja. Want ik had mijn studie. En ja. je komt in de klas en je gaat het over hele andere dingen hebben. Je gaat het ja. over een wetboek hebben. Dan heb je geen tijd om over die slechte training te denken. Ah, waarom heb ik vijf tegen vijf verloren vandaag? Waarom heb ik niet geprikt? Waarom heb ik niet ja. gescoord? Ja. En dat was mijn redding geweest. Ja. Dat ik allemaal andere dingen ging doen naast het voetbal. En zo ben ik er weer ingerold. Ja. Dat, dat brengt ons mooi bij onze stelling van de dag. Ja. De stelling van de dag is: de weg naar de top bewandel je alleen. Wat denk jij? Uh, oneens. Waarom? Omdat je de weg, uiteindelijk doe je het zelf, maar om bij de top te komen heb je wel mentoren nodig, mensen. Die al dezelfde weg hebben bewandeld en die jou daarin kunnen begeleiden om de juiste stappen te maken. Kijk, ik ben op een gegeven moment, en daarom zeg ik, ik wou dat ik die informatie die ik nu heb, toen ook had. Op een gegeven moment, als jij mensen hebt die je vertrouwt en die het beste met je voor hebben, dan kan je echt naar hen luisteren. Uiteindelijk moet je het zelf doen. Hè? Mm -hmm. Dus het is niet zo van: hou mijn hand vast tot aan de top. Die adviseren jou en dan moet jij de rest zelf doen. Mm -hmm. Dus daarom zeg ik: ik ben er mee oneens. Want je moet het zelf doen, maar met de juiste begeleiding ja. kan je natuurlijk veel meer uh, potentie. Heb je veel meer potentie om uiteindelijk alles eruit te halen. En voor jou, Jannie? Ik vind het een, ik vind het een, uh, een, een mix ja. inderdaad van wat jij zegt van um, uh, oneens. Want je hebt natuurlijk een mentor nodig. Maar niet iedereen heeft die mentor gehad. Dus aan de ene kant ben je heel erg aan het struggelen. De weg naar de top met jezelf. Uh, je moet heel veel alleen door dingen heen gaan. Je moet heel veel sacrifices moet je, uh, hebben om naar de top te gaan. En aan de andere kant heb je natuurlijk heel veel aan de mensen om je heen. Je, je, je cirkel, waar jij het net heel ja. erg over had. Um, dus ik, ik ben van mening dat het een beetje van beide is. Dat de weg naar de top is, is heel erg eenzaam. Ja. Af en toe, um, en, maar op het moment dat jij de juiste mensen om je heen verzamelt, dan um, kan je dat samen gaan doen. Mm -hmm. Dan kan je het samen gaan doen. Mm. En de weg daar naartoe is volgens mij niet eens zo moeilijk. Het moeilijke is daar, daar blijven, dat is het lastige. Ja. Want je kan een goed seizoen hebben, dan kan je zo naar de top, bijvoorbeeld ja. op het voetbalgebied. Ja. Maar daar blijven terwijl iedereen dan aan je gaat trekken ja. <laughs> om je naar beneden te halen. Dat is het lastige. <tie> en dat vind ik zo knap als je kijkt naar voorbeelden zoals Messi, Ronaldo. Is echt, wij beseffen dat misschien niet. Wat zij nu 15, 16 seizoenen achter elkaar doen. Aan de top gewoon, ja. Mensen zien al, oh, hij scoort 500, 600 goals. Dat je geluid is leeg, hè? Ja, man. Pratje? Hij had <laughs> een sloop van een leeg glas. Ik dacht hé, wat een slok. nee ik deze doe. Bro, deze mindset. Hij is zo... Met zijn mindset is hij zo sterk dat het glas altijd half vol is bij hem. Ook al drinkt hij niks. <laughs> Nee, het gewoon zelfs als hij gewoon staat, Kijk hij naar het positieve. Bro. Even <laughs> gewoon, en hij deed oh, ah, <laughs> <laughs> <There was laughs> nog deze. Cheers bro. Hij deed deze. Er was nog een drip. Deze, deze. Gewoon zelfs in die situatie het beste van maken bro. Oh shit. strong man. Nee, was een goede. Niks zijn nice. Oh shit. Maar ja, volgens mij moet jij ook nog aan het geven. Ja, ik denk dat ik er iets anders in sta als jullie, um, omdat um, uiteindelijk komt het erop aan dat jij het moet doen, snap je? Ja. En natuurlijk, en dan natuurlijk heb ik mensen om me, ik heb mijn familie, ik heb mijn ouders, mijn broertje, mijn zusje, in eerste instantie die gewoon alles van heel dichtbij hebben meegemaakt, weet je? Dus mijn mooie momenten, mijn minder mooie momenten. Dramatische momenten. Uh, die stonden er echt allemaal bij. En die helpen ook. Weet je? En, en die proberen je daarin te steunen, te supporten op de mindere momenten en de, voor je klaar te staan. Maar ik moest elke keer die deur uit om weer naar het veld te, te lopen, te trainen, ja. uh, uh, voor het grote publiek te staan. Weet je? Um, en. Op, dat, op die momenten doe je het wel zelf. Zeker. Snap je? En dat maakt het voor mij dat ik het wel met die stelling uh, eens ben: van de weg naar de top. Uh, je moet het zelf doen. Hoe, hoe graag je ook je ouders of de mensen die uh, eh, je mm -hmm. cirkel mee wilt nemen daarin, op het moment dat jij op het veld staat, moet jij het laten zien. Nee eens, mee eens. En. Uh, ja, op zo'n manier sta ik erin. Ik denk dat we dus hier naar uh, we kunnen de stelling afsluiten. We gaan verder ja, <laughs> naar het sorry. volgende. We gaan <laughs> verder naar het volgende. Want dit is iets wat je eigenlijk al in het begin zei. Volgens mij was dat uh, toen de camera nog niet aan het draaien was, je hebt een prachtige carrière heb jij gehad. Um, je hebt mooi voor mooie clubs mogen spelen. Je hebt belangrijke goals mogen maken. Maar toch zei je: wow, als we het over mentale gaan hebben, daar heb ik wel heel wat over te vertellen. Wat? Wat is, jouw, wat is jouw moeilijkste periode gehad tijdens jouw carrière geweest? Wat was je moeilijkste periode geweest ja. tijdens je carrière? Nou, Ik denk dat ik dat al een stukje uh, heb gezegd. Hè? Op, het, op het moment dat je 17, 18 bent en je zit een beetje tussen het tweede elftal en het eerste in. Dus echt het betaald voetbal en net niet daarbij horen yeah. Dat was voor mij het lastigste. Waarom? Omdat je, je hoort nergens bij, je hoort niet bij het eerste en je bent te goed voor het tweede elftal mm -hmm. en dat was gewoon heel lastig daarom was ik ook gestopt met voetbal en dat was mijn lastigste periode dat je dacht van als het zo moet hoeft het voor mij niet als die yeah. outside nooit te sterk is dan ik kan hier niet mee dealen en dat was voor mij het lastigste mentaal gezien dat ik dacht van joh dat ik zelfs voetbal voor opgaf dat yeah. je denkt van je bent van kleins af aan is dit je droom je doelstelling mm -hmm. om Zover te komen en uiteindelijk geef je het op voor een rechterstudie, wat ook goed is. Ja. Mm -hmm. Niks mis mee. En dat je dan weer die comeback kan maken en uiteindelijk Asian Cup kan spelen. Je kan uh, 2WK spelen, je kan Europa League, Champions League, al die dingen. Al die leuke dingen kan je doen en spelen. Mm -hmm. ja. Dat is mentaal heel belangrijk, want talent is één ding, maar dat mentale is nog belangrijker dan yeah. je talent. Yeah. En dat besefte ik. Voor mijn doen, kijk, en helaas te laat in die zin van kwartje ging laten vallen van, hé, hey, ik moet veel meer hieruit halen. Ja, ja. Um, <coughs> en later in je carrière is dat niet meer en heb je daar veel minder last van gehad. Nee, veel minder. Waarom? Omdat je het bent ondergaan, omdat je het hebt meegemaakt en uh, niemand heeft sleutel tot een succesvol leven. Ja. Dus het is heel mooi om van je fouten te leren, maar veel mooier om van andermans fouten te leren. Dus ja. Zodat je gewoon kan afkijken van, hé, hey, dat moet ik niet meer doen. Ja, dus best... dingen die mij overkwamen, uh, ja, daar kon ik veel beter mee handelen. Waarom? Ik had een zware blessure op mijn 18e, 19e, mm -hmm. maar gelukkig daarna ben ik niet, nooit meer zwaar geblesseerd geweest. Je moet ook geluk hebben aan de ene kant, mm -hmm. maar aan de andere kant, je bent veel bewuster gaan leven, omdat mm -hmm. je die fouten niet meer wil herhalen. Dus dat is maar om een voorbeeld te geven. Ja. Om een bruggetje te maken van, van andere leren. Hè? Um, je deelde op Twitter uh, een video van Van Persie. Hoe hij uh, zijn zoon stimuleerde om beter te worden. En verantwoordelijkheid te nemen ja. in zijn eigen leven. Hoe voed jij samen met je vrouw je zoon? Hoe, hoe, hoe leer jij daarvan? Zeg maar? um, om even de verhoudingen weer te geven... Ik ben de discipline guy in huis. Okay. Mijn vrouw is volgens, ja, de mooiste, liefste persoon die op aarde bestaat. Die zou ja. gewoon geen vlieg kwaad kunnen doen, letterlijk. Ja. Dan gaat ze al, al heilen. Dus laat staan met mijn zoon hoe ze daarmee omgaat. Ja. Dus ik ben iemand die daar heel streed mee is. Ja. Dus zo ben ik ook met mijn zoon. Want als ik hem nu al alleen maar de goede dingen ga laten zien, ja. heeft hij er later alleen maar last van. Dus ik probeer hem juist, ook met mijn vrouw. Om daarin een weg te vinden van oké, okay, jij kan twee keer zo doen, maar ik ga ook twee keer zo doen. Ja. Dus ja, perfecte recipe bestaat daar bestaat niet voor. Niet, nee. Maar je moet dat gewoon zo proberen wij te handelen. Dus zowel de soft side als de, de discipline side, om daarin uh, de juiste weg te vinden. En het is iedere dag een uitdaging. Ja. Iedere dag weer een challenge. Ja, oké. Ja. Iedere kids, dag een challenge. Kids, kids. Ja, klopt, man. Echt. Ik herken het ook uh, heel erg in mezelf dat uh, mijn kinderen. Echt een, uh, een spiegel van mezelf zijn op een gegeven moment en uh, heel veel geduld uh, moet kunnen opbrengen ja. uh, en daar struggle ik af en toe nog steeds mee. En dan is het vooral in mijn eigen hoofd dat ik in een bepaalde moment zit en dat je kind nou net aandacht van je trekt, weet je, van je wilt hebben. Ja. Uh, maar dat zijn wel momenten waar ik heel snel van leer ook. We gaan weer even back naar, uh, naar voetbal. Um... Je bent opeens ben je een grootheid in je land. Um, maar in Nederland ben je eigenlijk gewoon. Je bent Reza. Ja. Hoe, hoe ga je daarmee om? Met het, met het gevoel, met het, uh, het verschil van grootheid in je eigen land. Je hebt zelfs een, een mural heb je gekregen in je eigen land. Dus je bent, je bent gewoon een le legend gewoon daar. Hoe, hoe ga je daarmee om? Uh, <coughs> dat is een goede vraag. En ja. dat zei ik aan het begin ook, hè? Dat het dat is het mooie, als je het beste van beide werelden mee krijgt. Dus zowel je eigen background, de Iraanse achtergrond, yeah. als het Nederlandse, zeg maar. Dus mm -hmm. ik ben beide dankbaar voor. Waarom? Wij speelden wel. Ik ben acht jaar international geweest. Dus dan speelde je een wedstrijd. En dan kwam je hier, speelde je Eredivisie bijvoorbeeld. Mm -hmm. En als jij daar was, kon je bijvoorbeeld. <laughs> bij wijze van sprekers, uh, het vliegveld kon je niet uitlopen. Voetbal is groot daar. Hè? Het voetbal is echt groot. Het is ja. niet normaal. Het is echt niet huge. Ja. O, maar dat is heel, heel veel in Aziatische landen. Dus mm -hmm. Het leeft gewoon enorm daar. Dus daar kan je niet over straat. Mijn vrouw en zoon ook niet. Maar ja, dan pak je vliegtuig. Kom je schip op. Dan dat weet ik niet eens iemand wie je bent bij wijze van I ja, spreken. Ja, maar dan is het rustig weer. Mm -hmm. En dat, ik vond dat wel juist fijn, eerlijk gezegd. Dus dat je zeg maar, balans had daarin. Ja. Oké, okay, dat is heel mooi, al die dingen. Zeg maar al die fame, al die belangstelling. Maar dat deed mij als persoon niet veranderen of deed me niks. Het was gewoon leuk, mm -hmm. maar verder ook niet in die zin van oeh, ik ben nu zo en zo en zo. Ja. Absoluut niet. Maar dat heeft met opvoeding te maken. Dat is waar. Dat heeft echt met opvoeding te maken. Maar het was leuk om beide werelden mee te maken en zeg maar nog steeds daar onderdeel van te zijn. Ja, ben je nu nog steeds zeg maar als je daar als je daar komt uh, in Iran, kom je daar vaak nog? Ik ben sinds 2018 niet meer geweest. Maar okay. uh, het heeft echt met, uh, uiteindelijk met corona te maken, drukte, voetbal. Dus ik ben ja. er niet meer aan toegekomen. Maar het is wel grappig. De laatste keer dat ik daar was, bijvoorbeeld, was ik in de lift en ik was met mijn zoontje. En twee vrouwen kwamen zo: Hé, hey, dat is Doran. Maar ze herkenden mijn zoon, maar ze herkenden mij niet. Hé, <laughs> <laughs> hey, het is Doran. zo leuk. Hé, hey, Doran, met wie ben je hier? En dan keek ze omhoog. Hé, hey, jij bent <laughs> een vader. Ja, succes. <laughs> Hoe is het? Dus het is gewoon leuk, zeg maar. Want daar uh, is het wel een ding, zeg maar. Celebrity zijn en beroemd zijn en succes hebben. Yeah. En iedereen kijkt tegen je op en dat soort dingen. Dat leeft daar wel. En hier niet. Dat mm -hmm. yeah. alle respect. Veel minder. Mm -hmm. Kijk. Het zo'n braafheid als hij Iranier was en dat WK-finale gespeeld, ja. Zo. Hij hoeft. <laughs> Dan is het klaar. Snap je wat ik bedoel? Ja. In Nederland kan je gewoon rustig nog over straat. Dan zullen ze je wel groeten, eh, af en toe een handtekening. Met... Heel nuchter die. Heel nuchter. Ja, precies. Precies. Um, ik um, denk dat het een, een mooi bruggetje is ook naar, uh, naar Iran zelf. Je had het in het begin erover dat je zei van um, uh, je, bent, uh, je bent gelukkig. Het gaat goed met je, ja. maar aan de andere kant huil je ook van binnen door de hele uh, ja. situatie. Uh, je hebt jezelf uitgesproken natuurlijk tijdens het WK uh, over de situatie ja. in, in Iran. Um, hoe ga je daar nu mee om met, met de hele situatie? Ja, het is lastig. Um, het is nu al een aantal maanden heel onrustig. En ik denk dat ik namens alle Iraniërs spreek die Iran. Warm hart toedragen, dat het gewoon een lastige situatie is. Je moet je zo voorstellen, uh, even afgelopen, dat wil ik niet, maar stel je voor: je zit nu in Nederland en in Suriname worden iedere dag mensen vermoord. Iedere dag. En het blijft maar doorgaan en doorgaan en doorgaan. Mm -hmm. En je kan niks doen in die ja. zin. Je kan niet naar Suriname, je kan niks doen, maar mensen die jij, waar jij van houdt, het land waar jij van houdt, wordt gewoon kapot gemaakt op dit moment. Ja. Dat doet heel veel met, uh, met je ja. als mens. Ja. Zeker als je dan nog de beelden ziet en alle nieuws meekrijgt, Dat is gewoon heel heftig. Ja. En als ah. Iraniërs ja, is het gewoon een hele heftige tijd, maar zeker voor de Iraniërs die in het land wonen nu op dit moment. Mm -hmm. okay, wij kunnen alleen meevoelen, <coughs> maar je kan het niet ervaren wat zij nu ervaren. Dus ja, dat ja, maakt dat het is. gewoon zo lastig. Uh, fast forward eigenlijk, of wilde je nog wat zeggen, Edson? Nee, 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 nee. Okay. Um, nou, dan gaan we eigenlijk vers voor naar, uh, naar het leven na het voetbal. Ja. Hoe beleef je nu je periode na het voetbal? Uh, Want je bent gestopt twee jaar, anderhalf jaar, twee jaar geleden. Bijna twee jaar, nee. ja. ja. 2021, als ik het goed heb 2021, uh, 21, ja. Ja. Ja, ja. 16 mei 2021. Mm. En mijn laatste wedstrijd was tegen jou? Nee. Toch? Je zat bij Ado. Was dat die laatste wedstrijd? Eén na laatste wedstrijd, volgens mij. Eén na ja, laatste klopt. wedstrijd. Klopt, toen bij jullie thuis. Ja, ja. Oh. Daarna vond ik het mooi geweest. Ik speelde tegen Johnny, hij was zo goed. Ik zeg: het heeft geen zin, man. Ja, het met voetballen Hij heeft zijn mentaal gebroken. Ja, hij heeft mijn me mentaal gebroken. <laughs> ja, me gebroken. Ik weet ja, het mijn <laughs> De, Toen Viel je toen in of ja, ja. Viel in, hè? Ja, ja precies. Het nee, ik, ik ik was wel echt goed die wedstrijd. Ja. Jullie wonnen ook, hè? Ja. Volgens mij wel, ja. ja. Jullie waren al gedegradeerd. Ja, dat was het. Er zat geen druk, was meer. Dat was geen zat druk, druk meer op. En opeens ben je goed. Nee, maar voor mij was <laughs> het eigenlijk. Uh, ik ben iemand die heel graag in controle is over zijn leven. Dus ook over beslissingen die je maakt. En mm -hmm. ik wou zelf stoppen. In die zin van: Ik had heel veel aanbiedingen nog nadat ik gestopt was. Iedere mm -hmm. divisie, eerste divisie, buitenland. Ik kon nog uh, naar Zandbalk, Indonesië, verder landen. Mm -hmm. Maar ik vond het wel mooi geweest. Uh, ik had zoiets van: Weet je, je bent 33. Op, de, op, eh, op, de, op dat moment, ik was 33, denk ik ja. Het is tijd voor iets anders. En het is leuker om zelf te zeggen dan dat je op je 38ste nog naar een club moet zoeken. Er of... is niks mis mee, Er is yeah. niks op tegen. Als jij dat leuk wil, moet je dat doen. Ik, ik, ik voelde dat niet meer. Je was klaar met dat wereldje? Ik was helemaal klaar. Maar ook uh, mentaal was ik er ook klaar mee. In die zin van: die kloof in de kleedkamer was iets te groot aan het worden. Mm. In mijn tijd, toen ik 16 was, 15 was, uh, was het anders in die zin van. Ik kon gewoon met die oudere gasten, kon ik goed opschieten persoonlijk. Mm -hmm. Bijvoorbeeld als je met, uh, bij Hereveen bijvoorbeeld. Yeah. Ik kon net zo goed met die gasten van, uh, jongere gasten opschieten. Bijvoorbeeld met Gerald Sibon yeah. of Mika dat maakte niet yeah. uit. Dat was wel oké. Okay. Alleen ik merkte wel, het uh, verschil werd te groot. Waarom? Ik zat op een hele andere level uh, op mijn leeftijd. En die jongens die net doorkwamen bij eerste hadden te veel over Fortnite. Of uh, hadden te veel over mm -hmm. Playstation. En dat was voor mij iets lastigs. Yeah. Als, als ik een wedstrijd verloor bijvoorbeeld, ja. dan zat ik ermee bijvoorbeeld. En ik zag jongens gewoon al op Insta of op Snapchat. Ik dacht, ja, maar dat kan Je gaat ze niet veroordelen, maar de tijd is gewoon veranderd. Mm -hmm. Dus het is heel lastig om daarin iedereen te corrigeren of iedereen te willen veranderen. Want dat wil je ook niet. Want je merkt gewoon dat de tijd verandert, de kleedkamer verandert. Dus ja. dat ik was voor ja. mij wel het moment van, oké, okay, het is mooi geweest. Oké. Okay. En ben je dan, ben je, wat, wat ben je nu aan het doen? Dan heb je jezelf... Uh... Je hebt natuurlijk je rechtenstudie gedaan. Heb je die ja. afgemaakt? Ben je van plan om daar ik, nog iets in te doen? Ik heb in totaal drie jaar gestudeerd, uh, rechten. één jaar in uh, Groningen en twee jaar in Amsterdam. Ik heb uh, de vakken die ik moest halen, heb ik gehaald. Ik heb het niet doorgezet. Waarom? Op, op een gegeven moment, uh, toen ik stopte met voetbal, was ik wel in de situatie van oké, okay, ik heb een mooie carrière gehad. Laat ik even rustig alles laten bezinken. En, Even gaan oriënteren wat ik wil. Uh -huh. uh, mijn geluk daarbij was dat ik altijd wel ondernemend heb gedacht naast voetbal. Um, ik was niet natuurlijk. Ook ik wel tijdens je carrière? Ook tijdens mijn carrière. Dus dat heeft wel heel veel uh, invloed gehad op mij. In die zin van, nou, ik studeerde naast mijn voetbal. Um, ik was net als alle andere voetballers, natuurlijk. Je, heb je ook een fase dat je gekke uitgaven doet, blingbling dingen doet. Maar daar was ik wel best wel snel klaar mee. In die ja. zin van: het was leuk, maar niet mijn ding op een gegeven moment. En ik heb altijd ook uh, in vastgoed gezeten. Ik heb heel veel onroerend goed gedaan naast het voetbal. En dat was wel mijn ding. Daar had ik wel interesse voor. Niet omdat ja. ik stenen zo leuk vind, maar het ondernemen beviel me gewoon. Ja. En dat heb ik altijd passief naast het voetbal gedaan. En op een gegeven moment was het zoiets van: hé, hey, nu heb ik heel veel tijd. Heel veel uh, tijd kan ik eraan besteden, laat ik dat gewoon actief gaan doen. En mm -hmm. dat is een van de dingen wat ik nu doe. Okay. Dus ik zit ja. echt actief in de real estate business, dat doe ik heel veel. Ja. Um, ik loop nu samen met een partner, zaakwaarnemer, loop ik mee. Mm -hmm. Omdat ik gewoon, ja, ik vind voetbal wel leuk. Dat is echt de passie, of je nou ja. wil of niet. Dat is gewoon dat zit in je. Maar ik zou never op het veld kunnen staan meer. Of assistent of trainer kunnen zijn. Ik heb die ja. ambitie nooit gehad, ja. maar ik zou bestuurlijk vlak om het voetbal heen zeg maar strategieën uitbedenken voor een voetbalclub of dat soort dingen, TD, AD, dat soort dingen, dat zou ik op termijn wel kunnen doen misschien. Ja. Dus ik loop nu even mee met ja. een uh, collega partner om te kijken hoe het is, maar het is gewoon leuk. Dus okay. dat doe ik. En ik ben zoals jullie bezig met een eigen podcast ook. Oh. Dus dat is ook leuk uh, dat komt binnenkort ook. Nice. dus jullie zijn sowieso VIP daar okay. uitgenodigd. mogen we weten waar het over gaat? ja zeker kijk uh, okay. podcast gaat voornamelijk over drie dingen uh, het is uh, motivate, educate en entertain. dus die drie probeer ik altijd in de uitzending terug te krijgen en dan gaat het om bijvoorbeeld sporters die buiten het veld ook succesvol zijn geweest met het mm -hmm. ondernemen maar het kan ook gewoon over uh, mensen gaan die sowieso ondernemend zijn en heel succesvol zijn geweest in hetgeen wat ze hebben gedaan of wat ze doen ja. en dan ga ik me vooral focussen bij hun van niet van hey vertel eens over jezelf uh, waar ben je blij mee nee maar vertel eens over je fouten wat heb je fout gedaan dus mm. vooral om educatief maar ook entertainend nou en uh, Reza wat heb jij fout gedaan pff, zoveel ik heb zoveel fout gedaan op welk gebied <laughs> 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 Ik, gaan we het over like hebben, of gaan we het over, ja. waar wil je het over hebben? Like Heerenveen. <laughs> nee, op, op sportgebied heb ik heel veel foute keuzes gemaakt in die zin van, um, in België bijvoorbeeld, ik was bij een club die behandelde mij echt als koning, ik deed het heel goed. Ik heb het niet over Standard Luik, maar ik, ik zat bij sint truiden bijvoorbeeld. Yeah, yeah, yeah. Ik was voor een bedrag gekocht uh, uit Nederland. Eerste jaar gevlamd. We stonden onderaan in de competitie, Belgische competitie, maar ik was topscorer van België. En ja, die mensen liepen met me weg. En toen kwamen de grote clubs, uh, Anderleg, Clubbrugge, uh, Standard Luik. Al die clubs kwamen interesse tonen en mijn hoofd werd helemaal gek. En op een gegeven moment, omdat ik transfer wilde forceren, kwam ik niet meer opdagen, kwam ik niet meer trainen. Mm. Op dat moment is dat het juiste om te doen, en heb je misschien de verkeerde mensen om je heen die zeggen: van als je dit forceert dan moet je het zo en zo doen. Mm -hmm. Maar dat was niet de mens achter mij die dat uh, zou goedkeuren. Ja. Dus als ik terugkijk, is makkelijk praten achteraf. Maar als ik één ding kon terugdraaien, dan was het dat bijvoorbeeld op sportief gebied. Dus ik ja. denk: van zo ga je niet met mensen om. Je hebt gewoon een contract getekend met je volle verstand. Dat. Ja. We hebben nog drie dingen. Yes. Eén, je hebt een item voor ons meegenomen, yes. die moeten we niet vergeten. Dus we zijn ja. heel benieuwd. Het is naast op uh, de grond. Ja, ik reed hier naartoe. Toen dacht ik, hey, ik moest nog iets meenemen. Dus ik ben teruggegaan. Uh, wat heb ik meegenomen? Ik heb een uh, trofee meegenomen uit mijn Kijk. jeugdjaren. Oké. Okay. Uh, en waarom heb ik deze meegenomen? Kijk, deze staat voor mij. <coughs> waar mag ik hem neerzetten? Waar je wilt, man. PSV. Hou hem maar vast. Ja. Die... Die ken ik, man. Die heb ik ook gespeeld. Kijk. En waarom Tienlijk. zeg ik dat? Dit was voor mij het eerste moment waarvan het besef kwam: van, hé, hey, ik kan grote ja. dingen in het voetbal gaan doen. Daarvoor was het allemaal speels. Ja. Wij speelden, jullie hebben het vast ook gespeeld, jij zeker denk ik. Uh, Ottercup Cup was dat. Ja. Ik uh, je dat nog, bij ja. PSV? Ja, ja, ja. ja. Speelde ja, internationaal gespeeld. toernooi uh, met Real Madrid, Barcelona, Inter Milan, uh, Braziliaanse clubs. En ja. wij kwamen daar als heren zijn zijnde ook. Ja. Um, Arsenal en PSV waren daar ook, Ajax, Feyenoord natuurlijk. En op dat toernooi tussen al die grote clubs en al mm. die talenten werd ik topscorer van het toernooi en beste aanvaller van het toernooi. Mm. En toen dacht ik bij mezelf, weet je, ik toen ik daar zat die avond en de volgende ochtend, van, weet je, als je tussen al die spelers van Real Madrid, Barcelona, allemaal leeftijdgenoten, tot beste wordt uitgeroepen, dan kan je nog ver komen. Ja. Alleen dat was toen voor mij het besef van: oké, okay, ik moet. Nu ga ik er echt wel. En nu moet ik wel echt serieus mee bezig ja, gaan. Precies. Ja. Dus dat was voor mij echt een eye-opener. Dus daarom mooi had ik man. deze meegenomen. Jij hebt hem heel ook gespeeld. Heel, heel gespeeld. mooi uit Ja, ik heb hem gespeeld. Jij heb toen, je hem ook gewonnen? Heb je ook zoiets gewonnen? Ik heb hem niet gewonnen. Ik heb wel, ik ben, jij zat bij Feyenoord. Zat Met bij Henk Feyenoord. Fraser was er precies. toen. precies. Royston Drenthe. Precies. Ja. Ik, ik moet zeggen: ik heb ook best wel vaak heb ik, ben ik beste speler geworden in de jeugd. Ja. Um, maar hier niet. Dit was, een, dit was een heel sterk toernooi, dus dit het feit dat hij, toen, dat hij toen beste speler is geworden, hey. knap. Dat was man, voor knap. mij echt een ding, want dat was echt wat hij zegt. Onderdeel. Hoe oud was je toen? Ik was 16, denk ik. ik. 16, 16, ja. 16, ja. En dat 16 was is wel echt ja. een sterk toernooi, want ja, daaruit kwamen al die grote spelers ook voor, weet ja. je, bij Real, Barca. Ja. En dat je daar tussen al die spelers, als Hereveen zijnde zeg maar, ja, man. <laughs> te en topscorer, ja. dat ja. iedereen denkt van, hé, hey, hoe is this guy? Weet je? Ja. En voor mij was het van, hé. Hey, Weet je, ga je, nice. Dan ga je geloven in jezelf. Dat was voor mij een eye-opener op dat moment. Dus ik dacht, ik nice. neem deze mee om met jullie te delen. Thanks. thanks. om ja. hey, um, terug te gaan, eventjes snel. Ja. Um, ik weet niet of je inmiddels al uh, een antwoord hebt op, op de vraag die we, die we eerder gesteld hadden. Um, wat heb je het meest gemist in je leven? Ja, dat is een goeie. Kijk, ik heb heel veel gereisd. Dus ja jullie ook ongetwijfeld op voetbalgebied heb je veel gereisd en ik was heel vaak uh, alleen ja. omdat je veel in het buitenland zat ik heb 13 clubs gehad zeven verschillende landen je bent vaak alleen ja. en ik wou dat ik mijn tijd beter had besteed dat heb ik gemist dus dat okay. is hetgeen wat ik mis Want ja. support van familie en noem maar op dat heb ik nooit gemist waarom Dankzij social media, dankzij Facetime, al die dingen kon ik dat nog altijd dichtbij houden. Ja, dus dat ja. was wel goed. Als je nodig had, bel Maar dat is wel hetgeen wat ik heb gemist: tijd. Ik, ik heb tijd gemist in die zin van ik had mijn tijd veel beter, nog beter kunnen invullen. En ik Zo, ben zoals wat, als ik uh, vragen mag dan. Wat, wat had je dan nog meer in die tijd willen doen? Tijdens ah, mijn, tijd, dus mijn uh, carrière heb ik bijvoorbeeld ook een restaurant gehad. Dat vond ik heel leuk om te doen. Okay. En dat is heel grappig. Wij kwamen soms. Ik speelde toen in de Jupiler League, heette dat toen. Yeah. Speelde ik op vrijdag wedstrijd. En in de avond ging ik pizzas bezorgen. Na de wedstrijd. Aan dezelfde supporters. Van je, nee. eigen resten, van je eigen resten. Van je eigen resten. Soms kwam ik personeel tekort. <laughs> ja. Reed ik met een BMW. Ging ik verderop parkeren. Petje omlaag. Ging me pizzas bezorgen. <laughs> Bij dezelfde supporters die de wedstrijd hadden gezien. En die voor mij hadden gejuicht. Ja. Yeah. Wauw. En dat was iets wat heel vet was voor mij. Ja. Alleen ik wou dat ik veel meer, uh, nogmaals, de kennis die ik nu heb, ja. heb opgedaan dat ik dat toen had gedaan. Ja. Dus veel minder afleiding had gezocht. Dus in die zin van voetballers zeggen van we hebben weinig vrije tijd, dat is, dat is onzin. Je hebt ja. heel veel vrije tijd ja. om goed in te vullen. En ik wou dat ik dat beter had, had ingevuld. Gedaan. Dat okay. is hetgeen wat ik heb gemist. Dan de laatste vraag eigenlijk. Eindelijk. We altijd stellen. eindelijk, eindelijk, eindelijk. dus nu gaan we een soort van tromgeroffel doen. <laughs> luister, we stellen altijd als laatste vraag aan onze gast. met de kennis die je nu hebt, wat voor advies zou je jezelf geven? of wat zou je meenemen naar de reza van 16, 17, 18, 19 jaar? Uh, dat is een goede en ik, ik heb daar al een beetje antwoord op gegeven uh, eerder, maar ik zoek het groter dan mezelf. Um, de info die ik nu heb, um, die zou ik eigenlijk veel beter gebruiken alleen al op het gebied van um, zaken naast het voetbal. Dus de info die ik heb, zou ik veel eerder daar toepassen. Mm -hmm. Dat één. En om daarop uh, verder op te gaan. Ik ben nu, misschien weten jullie, misschien weten jullie niet, ik ben bezig ook om een platform te creëren voor voetballers. In die zin van ik merkte tijdens mijn carrière van voetballers zijn eigenlijk te gefocust op voetbal, wat goed is, want je moet dat ook doen. Maar je moet ook beseffen dat dat op een gegeven moment ophoudt. Op een gegeven moment ben je niet meer hard, ben je niet meer gewild. Wat ga je daarna doen? Snap je? En ik vond het heel zielig om te merken van ik ben er wel mee bezig. Ook tijdens mijn carrière ben ik mee bezig. Maar die jongen naast mij, die ik heel graag mag, die voetballer naast mij met vrouw en kinderen, die is aan het gokken. Mm -hmm. Snap Is een probleem. Uit een Engels onderzoek, ik weet niet meer hoe het dat onderzoek heet. Uh, kwam naar voren dat een derde of iets meer dan ja, een derde nee, van de profvoetballers. binnen vijf jaar na hun carrière, actieve carrière, failliet zijn. Ja. Weet je? Dat is echt erg. Dat besef je niet, want als jij failliet bent, is je vrouw failliet, je familie, al je mensen om je heen. En dat vond ik heel erg om te zien dat mensen te veel alleen maar met het voetbalwereld bezig waren. Ja. Dus dat gezegd hebbende, ik ben bezig met een aantal groepen, partners, om daar een platform te creëren om mensen financieel te begeleiden. Niet door ze dingen af te pakken van geef het aan mij, ik ga het voor jullie doen. Om ze financieel te onderwijzen, om ze wegwijs te helpen van hé. Hey, dit is geld, maar wat betekent geld? Wat kan je met dit geld doen? Mm. Hoe kan je het doen? Zodat ze het begrijpen, zodat ze het zelf kunnen gaan doen. Nice. En daar ben ik nu mee bezig. Dus dat, dit is advies wat ik nu mezelf zou geven, op leeftijd. En wat ik nu bezig ben, waar ik nu mee bezig ben om dat. Uh, aan andere voetballers en topatleten mee te geven. Dus hetgeen wat jullie eigenlijk op mentaal gebied doen, jo, ja, daar ben, ben ik financieel. nu bezig op financieel gebied. Ja. Ja. Om ze financieel. Uh, wijzer te maken, financieel rijk te maken, zodat zij het leven wat wij hadden hè, en wat wij hebben als voetballers, om die standaarden wel gewoon te houden na je voetbalcarrière. Om ja. Niet te hoeven downgraden naar iets normaals, maar dat je. Dat gewoon kan volhouden. Ja. ja. Hey, okay. man. Ja. Hey. Heel veel uh, wijze woorden. Van, Heel veel uh, gepraat, hè? Sorry, boys. <laughs> hey ja. Dit is, wat we, dit is wat we willen, man. Dit is, wat we, dit is waarom deze podcast uh, in het leven is geroepen. Om kennis te delen, om bruggetjes te bouwen, ja. om liefde te tonen. En uh, we zijn super dankbaar dat je hier bent, uh, hier bent geweest. Dat je jouw kwetsbare kant ook hebt getoond aan ons. En uh, we hopen dat, uh, dat aan ieder zich uh, uh, met bepaalde dingen van jou, dat ze zich kunnen identificeren, kunnen weten: van... hé, hey, we zijn niet alleen in deze. In deze grote, boze wereld. Ja. En Reza heeft het ook meegemaakt op zijn manier. En is er op die manier mee omgegaan. Dus ja. we zijn super blij met jou, uh, met jou als gast. Met je kennis. En dan willen we willen je bedanken, man. Jullie bedankt voor de uh, uitnodiging. Het is echt een supergoed initiatief. Wat ja. jullie doen. Meen ik oprecht. Dat heb ik jullie bij je vorige event ook persoonlijk gezegd. Toen ja. we daar uh, zaten over zondag. Kijk, het is heel belangrijk dat dat bespreekbaar ge wordt ja. gemaakt. Weet je. Voetballers worden. Overal in de spotlights uh, gezet, maar jullie belichten ook de andere kant: dat voetballers kwetsbaar zijn, dat ze onzeker zijn, dat ze mm. hulp nodig hebben. Yeah. Heel veel, omdat je heel veel onder druk staat. En dit is nu wel iets wat nieuw is, wat opkomend is en waar jullie nu eigenlijk heel goed op inspelen. Dus ook jullie bedankt daarvoor, want Thanks. uiteindelijk gaat het de voetballers en voetbal uh, uh, level omhoog helpen. Zeker, zeker. Dankjewel, man. Thanks, man bedankt. Yes. Yes. Thanks voor je knowledge. It's a rap. It's a rap, bro. Bedankt, man. Thanks. Ik liet die eens yeah. vallen. Yeah. Like hey, zo. je moet me even zeggen ja, wat man, die parfum van je is, man. Het is, is, is een zoete oet. Ja, is een oet. Ik ben een parfum fan, dus daarom. Ja? Ik, ik, iedereen die goed. lekker ruikt, die uh, vraagt van mij: wat is het? Ja. Uh... Hahaha. Yeah. <laughs> nee, is goed. Ja, man. Komt goed. Thanks. Thanks. Yes. Mr. Gucci. Man.